Deze verkiezingen, gaan die om de erfenis van Helmin Wils, om de 20.000 stemmen die hij heeft nagelaten? Nee. Het gaat over de idealen en de filosofie van Helmin Wils. Helmin Wils is onze leider. Hij heeft heel veel voor ons betekend. Wij lopen in die straatje die hij voor ons heeft gelaten. Laten we zeggen, filosofisch gezien, heeft die wagen gestart. Nu moet die wagen rijden. En wij gaan die wagen rijden. Aan die kant van de wagen waar u staat hebben zich meer partijen geprofileerd die zeggen dat ze uit naam van Helmin Wils de politiek willen vertegenwoordigen. Gaat het dan toch niet om die 20.000 stemmen? Nee. Kijk, Helmin was goed voor 20.000 stemmen. Maar er waren 30.000 mensen buiten die lering van hem ook hadden gevolgd. Maar de manier waarop dat hij optreedt was niet de beste voor hun. Dus we praten over 50.000. Waarom 20.000? De 50.000 die u wilt trekken, dat zijn veel zetels. Hoeveel zetels schokt u eigenlijk? Nee, kijk, wij, als het goed is, waren die enige partij 3 jaar terug. Nu hebben we iets van 14 die erbij zijn gekomen. Wij hebben 1 doel. We gaan voor het volk werken. We hebben het altijd gedaan, buiten politiek. Nu, als wij dingen willen veranderen binnen de politiek, dan moeten we gewoon daarin zijn en we denken dat wij goed zijn voor 2 of 3 zetels. Wat gaat u doen de komende 10 jaar, mocht u in het parlement komen? Of de komende 4 jaar, mocht u in het parlement komen? 1 ding is zeker. We gaan een proces beginnen voor onafhankelijkheid van deze land. Nederland heeft 80 jaar gevochten voor onafhankelijkheid tegen Spanje. Wij zijn er vanaf 1971, de eerste rondetafelconferentie in Suriname, zijn we bezig. En nu is het tijd. En net als jullie in Nederland een volk zijn die onafhankelijk zijn, die alles kunnen doen wat jullie willen. Eigenlijk niet zoveel meer, omdat je hebt ook de Europese Commissie of de Europese gemeenschap die een beetje druk erop zet. Maar Nederland is een onafhankelijk land. En waarom wij niet? Kolonialisme is slavernij. Kolonialisme is slavernij. En slavernij was al lang afgeschaft. Dus die departement van emancipatie die moet beginnen. En we gaan door tot het gaatje. Maar onafhankelijkheid is natuurlijk een middel uiteindelijk en geen doel. Doel? Nou ja, onafhankelijkheid en wat dan? Wat dan? Dat is het begin van alles. Waar staat u dan voor? Wat gaat er gebeuren met Curaçao? Curaçao moet onafhankelijk worden. En dan kunnen we onze eigen wetten hebben. Nu hebben we Nederlandse wetten in het Caribisch deel van de wereld. Die eigenlijk niet klopt. Iedereen wil hier komen omdat bijvoorbeeld als je in de gevangenis wordt gestopt, dan krijg je de beste voorzieningen ter wereld. We hebben een Nederlandse onderwijs die eigenlijk ouderwets is, van 1930. We hebben een Nederlandse infrastructuur die ook niet klopt in onze nieuwe wereld. Dus we hebben heel veel dingen die de kolonialisme heeft op ons heeft, laten we zeggen, nagedrukt, die eigenlijk ons niet helpt. Dus we moeten gewoon onze eigen wet hebben, onze eigen identiteit en onze eigen weg. Als u zegt 3 zetels, wie gaat de verkiezingen dan winnen? Winnen? Wie wordt de grootste partij? Er is geen winnaar. Die grootste partij zal misschien 4, maximaal 5 zetels hebben. Maar winnaren, nee. En welke partij is dat dan? Nee, dat weet ik niet. Nog niet. Mijn volgende vraag is, gaat u daarmee samenwerken? Dat is een heel goede vraag. U heeft nu een nieuwe partij gesticht, R16. Ja, het is een politieke beweging. Het is eigenlijk geen partij, maar we moeten meedoen met de verkiezingen. Waarom? Waarom? Ja. Kijk maar rond. Laten we het simpel houden. Vanaf 10-10-10. Ik ben een beleidsmedewerker. Hè? We hadden op dat moment vol verwachtingen. Mijn hart klopte toen vol verwachtingen van kijk, nieuwe start, nieuwe tijd. We gaan voor goud. Maar we zijn nog 6 jaar verder. 6 jaar verder moet ik constateren dat allerlei beleidsstukken wat we allemaal hebben opgesteld, helemaal niet zijn uitgevoerd. Het tegenovergestelde. Je moet constateren na 6 jaar tijd, er is veel meer ellende dan ooit tevoren. En tussen de bestaande partijen is er niet iemand in uw visie die dat op kan lossen? Nou, dat is het juist. Het zijn donkere wolken op het eiland. Criminaliteit is nog nooit zo hoog geweest. Drop-outs zijn nog nooit zo hoog geweest. Gedurende mijn periode bij de ROP heb ik kennis gemaakt met 58 investeerders die inmiddels weg zijn. Als de mensen met
kapitaal, met het geld. Allemaal wegrennen, wegsprinten. Hoe kan ik dan voor de armen opkomen? Maar hoe groot is uw kans om die idealen of om die zaken om te buigen binnen een nieuwe splinterpartij die waarschijnlijk niet genoeg geld heeft om bijvoorbeeld op te boksen tegen de MFK? Nee, het is niet alleen maar de MFK. Het is gewoon de gevestigde partijen. Nu is het zo dat een hoop aandacht gevestigd is op MFK. En waarom? Omdat hij geld heeft. Dus elke keer als ik mijn app open op Facebook zie ik Gerrit Schotten gezicht. Oh ja, maar dan moet u verder kijken. Het is niet alleen maar Gerrit. Maar wie ondersteunt u dan? Het volk. Geen geld. Nee, dat is het juist. Tenminste, die brengt het bij de belasting. Nee, het volk heeft inderdaad geen geld. Dus mijn conclusie is, het groot kapitaal heeft democratische ontwikkelingen gekidnapt. Want zonder knaken kom je er niet. Maar wat hebben we nou voor gekozen? Want dan moet je je strategieën aanpassen. Ja, anders bent u een Don Quixote die tegen de windmolen zegt. Nee, de bedoeling is om de bevolking wijs te maken van wat er inderdaad bezig is. Het hele toneelsoapshow van pro-schotten, anti-schotten, dat is een afleidingsmanoeuvre. We zijn te bezig met dingen die niet van belang zijn. Terwijl economische ontwikkeling, onderwijs, een toekomst, allemaal naar de maan gaan. Ik heb geen tijd voor de soapserie van Gerrit Schotten. Leuk met Gerrit, leuk met Par, leuk met de rest. Leuk dat hij appjes stuurt. Het gaat om inhoud. Hoeveel zetels? Hoeveel zetels? Voor u. Voor mij. Voor de partij. We gaan voor 21. We hopen op 1, maximaal 2. En welke partij wordt de grootste? Ik zou het niet weten. Ik hoop dat de bevolking nou na 40 jaar zo'n beetje wakker wordt en niet meer traditioneel stemt. Want door het traditioneel stemmen, het steeds weer stemmen voor dezelfde corrupte gasten. En dan heb ik niet over de naam wat u net noemde, over de rest, hè. Want is hij is niet corrupt. Nee, de rest, als hij corrupt is, is hij allemaal corrupt. Dus ze mogen het zelf uitvechten. We hebben een hele goede partijprogramma. We moeten ervoor gaan. Oké, succes. Is een keuze, maar we gaan met God. Gaat u stemmen? Ja, natuurlijk. En bent u dan traditionele stemmer? Of? Ik denk het, aan de laatste dag ga ik denken wat. Maar ik ga stemmen wel. En mag ik weten op wie? Nee. Ik zal het niet verder vertellen. Nee, ik zal het houden voor mij. Democraat? Nee. Maar u bent helemaal rood. Nee, ja, maar ik ben... Wat dan moet dat? Valentine's Day. Ik dacht dat u helemaal democraat was. Nee, liefde, liefde. Ja, Geraldine Schepenboer-Perres van de Partido Democraat. Er zijn heel veel partijen deze komende verkiezingen die zich willen onderscheiden op een heleboel punten. Jullie doen alleen maar vrouwen. Waarom is dat? Je ziet zelfs in Amerika gaat men voor de eerste keer in de historie een vrouwelijke presidenten. Maar vooral vrouwen, want Curaçao draait om vrouwen. En vrouwen die kunnen gezamenlijk werken, die kunnen in harmonie conflicten oplossen. Het is gewoon tijd dat het gewoon anders gaat worden. Te veel conflicten, te veel oneenigheid. En wij allemaal mannen dingetjes. Ja, en wij vrouwen willen dit anders aan gaan pakken. Hoe is daar eigenlijk op gereageerd in de mannenwereld van de politiek? In de mannenwereld is het eigenlijk, in het begin was het wel raar. Even wennen, wat is dit? Waar komt dit vandaan? Wat willen die vrouwen? Maar langzamerhand werd het heel goed opgevat. Heel goed opgenomen in de democraat zelf. En wat zie je vandaag? Dat wij met een groep vrouwen hier naartoe zijn gekomen. En we hebben de heren daar die met hun ervaringen en hun wijsheid ons heeft begeleid met het organiseren van het indienen van lijsten. Zij hebben dit jarenlang gedaan. Mm. Wij doen dat voor het eerst. En we hebben een hele goede leermeester vandaag gehad. En achter elke succesvolle vrouw staat dan uiteindelijk een man. Nou, in mijn geval zeker. Maar ik weet ook van de verschillende vrouwen die getrouwd zijn. Hun mannen en hun echtgenoot, die steunen ten harte en volledig. En die geloven in dat vrouwen een verandering kunnen brengen. 2010 was het laatste jaar in de Staten dat de Democraten vertegenwoordigd waren. In de Eilandsraad tot aan augustus. 6 jaar lang langs de kant staan. Gaat deze strategie dan werken? Ik heb er volle vertrouwen in dat het gaat werken. En niet omdat ik alleen dat zeg, maar dat is wat ik zie. En dat is wat ik de reactie die wij terugkrijgen als we in de buurt lopen, als wij contacten en vergaderingen organiseren. Dat is wat de reactie die we terugkrijgen, ben ik ervan overtuigd dat het gaat werken. 1, 2, 3, 4 zetels?
vijf. Vijf. Ja, dan is mijn volgende vraag overbodig. Wie wordt de grootste partij? Democraat. Van de overwinning, 30 september aanstaande. Jij staat op nummer 17, hè? Ja, correct. Staat nummer 17 in Kempenkleemoeder. Van welke lijst? Van de lijst van Partij Man, en de Blauwe Partij. Wat ga jij doen voor Curaçao? Nou, we willen beginnen met de jeugd te helpen. Zeker om een baan te zoeken als ze terugkomen van buiten studeren. Want je bent zelf ook nog jong, hè? Ja, precies. Hoe oud ben je? Ik ben nu 21. De jongste op de lijst van de man? De jongste op de lijst van de Partij Man, ja, correct. En de jeugd heeft de toekomst? De jeugd heeft de toekomst. Ik voel dat de boom man. Meneer Tabonko Soumang. Ja, meneer Asjes, deze verkiezingen in uw ogen, waar gaan die over? Deze verkiezingen gaan over het investeren in de ontwikkeling van de mens, wat wij noemen doorlopende educatie, en om onze economie weer aan de praat te krijgen. Onze economie moet weer bruisend worden. Dat betekent mensen die serieus zijn, mensen die capabel zijn, mensen die te vertrouwen zijn om projecten aan de gang te zetten. Projecten moeten gewoon worden afgerond, werkgelegenheid moet worden gecreëerd voor iedereen die kan en wil werken. Gaan deze verkiezingen ook niet een beetje om de erfenis van Helmin Wiels, 20.000 stemmen die nu herverdeeld moeten worden? Ja, natuurlijk. Deze verkiezing gaat om de arme mens op Curaçao, de arme families, de families die hulp nodig hebben. Wat wij voor hun in petto hebben, wij willen ze ondersteunen en versterken. Wij willen ze een schuldsanering aanbieden. Wij hebben gezorgd, samen met anderen, dat het land een schuldsanering heeft gekregen met behulp van Nederland. En anderen, we hebben er goed werk van gemaakt. Nu moeten we de schulden gaan saneren. Dus niet zonder condities, met condities, maar de schulden saneren van de meest arme mensen en families op Curaçao, want die zitten in een structurele armoede en die moeten we eruit helpen. De condities zijn onder andere, je moet cursussen volgen hoe je weer in een familie leeft, hoe je in een familiesituatie leeft. Als je kan werken, moet je gaan werken. Dat is wat ProCurso voorstaat. Na de moord op Helmin Wiels is Pueblo Soberano versplinterd. U bent één van die afstammelingen van die erfenis. Er zijn er meer, hè? Ik denk een stuk of vijf partijen. Hoe acht u uw kansen in binnen dat spectrum bij de komende verkiezing? Nou, wij gaan voor een breed spectrum. Ik ben Ivar Asjes. Ik ben geen Helmin Wiels. Helmin Wiels is Helmin Wiels. Ik ben Ivar Asjes die samen met Tania Atahoula Henriques heeft besloten om een partij op te richten. En die samen met honderden mensen vandaag hier zijn gekomen onze lijst in te dienen. Wij hebben de volle overtuiging dat we de voorverkiezing voorbij zullen komen en dat we de 30 september op de verkiezingen de grote verrassing van de verkiezing zullen worden. Ja, hoeveel zetels gokt u? Wij zijn bereid om te werken met wat het volk ons geeft. Maar een getal wilt u niet noemen? Nee, want ik respecteer het volk. Altijd. En de grootste partij in deze verkiezing, wie denkt u? Uzelf of? Wij respecteren het volk. En wat het volk te melden heeft, alleen willen wij van tevoren zeggen, wij werken niet met partijen waarvan er iemand in het bestuur, iemand op de lijst, een minister, een politieke leider, een parlementariër is, die of verdachte is officieel in een zaak door het Openbaar Ministerie, of die veroordeeld is door de rechtbank in een strafzaak. Dat doen wij niet. Wij respecteren de wil van het volk, de democratie, maar we vragen ook respect voor onze stemmen. De mensen die op ProCurso stemmen zijn de mensen die een schone regering, een schoon parlement willen. Wij hebben een schone lijst, wij gaan voor een schoon parlement en een schone regering. Dank u wel. Ja, un pregunta. Zoveel nieuwe partijen erbij. Is dat goed voor de democratie? Ja, het is heel goed voor de democratie. Waarom? Omdat ik denk dat de mensen ook een nieuwe politici erop gaan stemmen. Dus ik vind dat geen slechte zaak voor de economie. Maar als er voor de politiek. Ja, als er nou 21 partijen meedoen, dan iedereen één zetel?
Hopelijk niet. Hopelijk niet. Ik denk dat wij gaan voor 5 zetels. Als PAS, Movimento PAS, wij gaan voor 5 zetels. Want we denken dat met 5 zetels kan je echt iets betekenen in de regering. Maar u bent een van de laatste partijen die meedoet aan deze verkiezingen. Is dat wel realistisch om zo hoog in te schieten? Ja. Je moet eigenlijk hoog inschieten. Anders gaat het niet. Je moet kunnen dromen en je dromen in werkelijkheid proberen te brengen. En dat gaan we doen. En betekent ook dat als u minder... Maar als we 3 krijgen, moet je kan het dankbaar... Ook? Ja, moet je dankbaar zijn. Mm-hmm. Ja, maar met 5 kan je echt veel doen. Ja, maar met 3 ook? 3 kan je... U heeft zelf jarenlang met 2 geregeerd. Ja, maar, hoe ging dat? Maar daarom, hè. Met 5 gaat het beter. Dan zeg ik, de accent van mijn partij, dat komt dan op tafel. Ja. Dat bedoel ik. En waarom niet 10? Ik ben realistisch. Ik denk tot 5 is onze maximaal. Dank u wel. Leuk voor hun. Wij staan op onze eigen benen. 30 september 2016 gaan wij niet met een combinatie van een lijst. Wij zijn MFK, dus MFK die moet gerust naar de stembus 30 september. En daarna weten we precies wie het volk wil en wie niet. Ja, een strafrechtelijke veroordeling en dan toch regeren. Ja, het heeft niet gelukt. Vandaag zijn we 8 augustus, hebben we de lijst compleet. Gerrit is de leider van de politieke partij MFK en we blijven de leider van de politieke partij MFK. In andere landen zou een politiek leider terugtreden op zo'n moment? Ja, op andere landen zouden een heleboel dingen anders gebeuren. Maar op Curaçao gebeuren een heleboel rare dingen en dat zijn de dingen die wij gaan veranderen. Wat staat er op je bord? Waarom Amparo? Voor een beter Curaçao. Ja, wat gaat hij beter doen? Andere ideeën. Zoals? Nieuwe ideeën. Ja. Dat moeten we nog even kijken wat we gaan worden. Ik had er 4 punten, heb ik gehoord. Oh, oké. Okay. Jij nog niet? Kan ik niet herhalen. Mag ik u wat vragen? Want u bent de loten aan het verkopen, hè? Dat is eigenlijk ook een soort verkiezing. Nee. Niks. Want u weet wat er gebeurt, hè, achter u? Ja, zeker wel. Wat vindt u daarvan? Ja, slecht. Voor ik is het slecht, ja. Veel partijen zo, ja. Te veel? Ja, te veel. Iedereen wil op zichzelf zijn, toch? Maar... Ja. Gaat u stemmen? Ja. U stemt altijd? Altijd, zeker. Altijd hetzelfde partij? Ah, ja, okay. Zeker, ja. Het blijft op die persoon, want ik weet van hem. Het is een vriend of een buurman of een... Nee. Familie. En mag ik weten wie? Ja, Godet. Dag meneer Amparo. Wat gaat u veranderen in de politiek op Curaçao? Niks. Niks? Waarom niet? We gaan dezelfde dingen doen, net als die politiek van hier. Die politiek, Charles Cooper, Maan, Paar, MFK, dezelfde dingen. Maar wat is dan de uitdaging voor de kiezer om u uit te kiezen? Nee, we hebben veel dingen. We gaan veel dingen doen. We gaan deze land veranderen. We gaan gewoon arme mensen naar boven brengen. We gaan veel dingen doen. En hoe gaat u dat doen? De normale dingen zonder corruptie. Zonder corruptie. Uh-huh. De eerste was een joker, maar dit zonder corruptie. We moeten gewoon ons aan 1, 2, 3, 4, 5 in je zak stoppen. Stop met stelen, stop met corruptie. Dus u gaat ons ook vertellen waar de partijfinanciering vandaan komt, zodat we van u kunnen controleren. Ik ben een rijke man. Ja? Van mijn zak. Is helemaal van u? Van mijn zak. Ik ben een rijke man, ik ben een zakkenman. Ik ben geen politiek. Nee, ik word niet een politiek. Alles komt van mijn zak. Uh-huh. Niet van zaak van veel mensen die morgen... Je moet doen wat ze zeggen. Arriba Curaçao! Dat zou die net doen! Victoria! Dat zou die net doen! Victoria! País, país, país! País, país, país! País, país, país! Continua duro! País, país, país!